Voor DVS TV zit daar Basile Camara. Basile, hoe oud was je toen je hier voor het eerst kwam? Ik denk dat ik 21 en ik werd 22 volgens mij. Ja, hè? Ja, zoiets hè? Een jaar of 10 à 11 geleden. Exact, zoiets, hè? Exact 10. Ja, hè? Ja, 10, hè? Ja. Goed, mooi hoor. Hey, en je bent hier toen, hoeveel seizoenen gebleven? 5 seizoenen. 4,5. Ja. Ja. 4,5. 4,5. Ja, toen halverwege het seizoen vertrokken en toen even een halfjaartje niks. En toen ben je gegaan naar? Tactiel. Tech. Een mooie tech. Ja. Tactiel. Ja. Juts tweede divisieniveau. Ja. Weet je wat dat is? Ja. Wat houdt dat in? Tweede divisieniveau? Ja. Nou, dat is wel een stukje tactischer, stukje sneller, behendiger dan de derde divisie. Ja, dat is het grote verschil. Ja? Ja. Grote verschil. Ja. Oké. Okay. Ja. En toen je naar IJsselmeervogels ging, je hebt geloof ik 3 jaar tech gedaan of ja, zo? Ja, 3 jaar tech. Drie jaar? Ja. Toen IJsselmeervogels. Daar had je het ook wel naar je zin, of niet? Ja, hele mooie club IJsselmeervogels. Ja. Ja. Ik heb het daar heel goed naar mijn zin gehad. Mooie club. Vaak tegen gevoetbald ook met DVS natuurlijk. En, hè, ja. Daar krijg je al het een en ander mee. Ja. Maar om hetzelfde mee te maken vanuit de andere kant was wel echt... ik denk voor iedere amateur voetbal wel een droomclub. Het viel mij ook op dat je daar ook gelijk weer een verbindende functie had. Ja, dat zit toch wel in jou, ja, of niet? Ja, ik hou wel van de zaken rondom het veld. En dat vindt het publiek in Spakenburg ook heel belangrijk. Dus als je een kletspraatje met ze maakt, een biertje met ze drinkt, vinden ze dat altijd wel heel gezellig. En ja. Niet heel veel jongens doen dat. Dus dan heb je snel al wel een band. Ja. Dan sta je op woensdagochtend lekker een kibbelingetje te halen bij de supporter in Arnhem. Dus dat is altijd leuk, man. Ze hebben mooie wisselwerking. Is ja, het is hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Hey, maar toch weer terug naar je oude club hier, zeg maar. Hè? Oud en vertrouwd, ja. Ja, oud en vertrouwd. Ja, mooie en, tijd. En ook hier weer die bekende verbindende factor, hè? Toch? Of ja, niet? Ja, als van ouds is het hier. Het zijn dezelfde mensen die hier nog rondlopen. Piet, jij zit er nog, Lex is nog achter de camera. Dus ja. Heel veel verandert ook. Ja, heerlijk. Ja, dat is inderdaad gezellig. En we besteden er het nodige aandacht aan, hè? Ja, dat doen jullie heel goed. En, als jullie dan ook weer zo heerlijk aan het spelen zijn en die kleine die altijd met jou meerijdt, nog steeds of niet? Ja, Benjamin, vlak voor rust. Ja, ik moet wel even een kanttekening plaatsen bij deze, want... ik geef hem nog 2 weken om op tijd te komen, anders moet hij toch echt alleen gaan rijden. Ja. Iedere keer weer te laat. Ah, nee, dan moet hij een rondje op de parkeerplaats en staat hij weer daar. Dus kleine kanttekening, geef hem nog 2 weken. Het is zo grappig. Je lacht om Piet, maar zo grappig is het nee, niet. Nee, het is helemaal niet grappig. Nee, helemaal niet grappig. Hey, 3 wedstrijden in 9 punten, dat is een lekker beginnetje. Goed begin. Nou, ik denk wel, als je kijkt naar de wedstrijden die we hebben gehad, zou je van tevoren ook moeten zeggen van dit moet. Ja. Nou ja, kijk het naar afgelopen seizoen, is misschien een bepaalde doelstelling hier iets gewijzigd. Hè? Vorig jaar natuurlijk tegen de degradatie gevochten hier. Ja. Maar ik denk als je toch naar onze kwaliteiten kijkt, dat je hier echt wel mee kan gaan spelen om de bovenste plekken. Ja, 1 woord die schiet mij te binnen. Het is een heel belangrijk woord. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Daar poep ik van in mijn broek altijd. Dat is de omschakeling van de tegenstander. Ja. Oeh, daar moeten we beter mee omgaan. Passie, ja, vind je niet? Dat kan, maar dan haal je denk ik ook een bepaalde gif uit ons spel. Want we spelen met heel veel risico. Veel bravoure, veel naar voren. Ja. En daardoor kom je ook tot veel aanvallen en kansen. Ja. Maar de kanttekening daarvan is inderdaad dat je in de omschakeling heel kwetsbaar bent. Ja. Ja, en dat... we hebben nu 1 wedstrijd de 0 en 2 keer wel een tegendoelpunt tegen de niet hele grote ploegen. Dus ja, dat is inderdaad is iets om voor op te passen. Maar aan de andere kant is het onze kwaliteit ook. Hè? Ja, komen de 3 wedstrijden met 4-3 winnen, daar teken ik voor. Ja. Jij ook? 4-3 met mooi voetbal dan een bloedeloze 0-0. Ja, precies. Ja, dat heb je goed. Hey, je vaderschap, hoe gaat het daarmee? Goed? Ja, dat gaat heel goed. Dat gaat heel goed. Ja, die kleine man kan dat jongen nog een beetje voetballen? Ja, of een niet? Beetje voetballen. Voetbalt in Apeldoorn bij Columbia. Zelfde kleur als DVS. Ja? Ja, regelmatig hier op de tribune ook. Dus dat bevalt me goed. Och man, dat mooi. Hey, en je bent in Zanzibar geweest, hè? Dat klopt. Godverdorie, wat een mooi eiland, hè? Ja, ik wil wel emigreren. Ben je ook nog op die geboorteplek van Freddie Mercury geweest? Nee, daar ben ik niet geweest. Nee? Ik heb wel een paar eilandjes bezocht, maar ja. Is ook niet echt van mijn tijd, hè? Ja.
Nee, dat Freddie Mercury, dus moest ik ook uitleggen wie het was. Ja, precies. Dat was niet mijn ding. Ja. Frenna ken ik wel, maar Freddie Mercury niet. Nou, mijn ding is het wel hoor. Ja? Ik speel er een nummer van ook, weet je wel. Ja, met mooie met breaks en zo. Ja, prachtig. Ja, ja, heerlijk. Hey, bevalt het niveau een beetje? Ja. Lekkere groep? Ja, hele goede groep. Ja? Ballend heel sterk. Ja. En dat bevalt me zeker. Dus... ik was eigenlijk ook wel verrast eigenlijk toen we begonnen aan de voorbereiding hoe goed wij voetballend zeg maar zijn. En eigenlijk de lijn die we nu doortrekken, iedereen speelt zonder druk lijkt het wel. Wordt lekker gevoetbald en dat ziet er goed uit. Hou zo, Basiel. Ja. Oké, we wensen je ongelooflijk veel succes. Dankjewel. Maak er een heel mooi seizoen van. Doen. En maak er een goede vriendenclub van. Hè? Dat is het nu al, hè? Ja, dat is het al. Hartstikke goed. Basiel, bedankt.